zitten we dan? Het is dag 2, dinsdag. Vanmiddag om 3 uur ongeveer komt de bus van Team Tobias aan. We zijn met z'n drieën aan het voorbereiden, de catering. Jij bent er, Martijn, voor de beelden. En ik ben er ook. En dan komt er een groep van 40 mensen. En dan, dan is Team Tobias compleet. Ik heb gedraaid. Traditionaal. Oh, très bien. Nou, de plek is in Zuid-Frankrijk, de Dôme. Het is in de buurt van de Mont Ventoux. 10 kilometer vanaf de start. We hebben hier een domein, zoals dat mooi heet, dus een soort landgoed. Achter ons zie je het huis. We staan daar achter safari-tenten. Weet je, ik zet hem gewoon op, Martijn. Met of zonder ding. Er zijn nog wat gewone tentjes. En daar slapen alle mensen in. Wat we vooral ook willen is dat mensen het hier goed hebben met elkaar. Dus dat we het als een team, als Team Tobias, het goed hebben. En daar hoort een goede plek hoort er ook gewoon bij. Ja, ik vind het fantastisch dat we zeg maar, zo zichtbaar kunnen zijn. Om de droom van Tobias waar te kunnen maken. Dat er een oplossing of een succesvolle behandeling komt voor herstamkanker.